Maar dus geen voorstelling van jou over bijvoorbeeld dat wat zich heeft voltrokken in jouw rol als hoofdpiet en de openbaring die voor jou heeft plaatsgevonden recentelijk? Dat is de allerbeste vraag op dit kruispunt van onderwerpen. Want dat zou natuurlijk eigenlijk wel moeten. Maar ik loop tegen een paar problemen aan. Want je wil als cabaretier ook op het een of andere manier altijd afstand tot jezelf hebben. Afstand tot je onderwerp. Mm-hmm. Ja, cabaretier anders is, kan je er niet over om lachen? Lachen is moeilijk, maar überhaupt, kijk je, in feite is een voorstelling fictie. En veel cabaretiers blijven heus wel dicht bij hun eigen leven. Maar toch hebben ze altijd een masker op. Ook als ze zeggen, mevrouw dit en mijn vriendin dat. Altijd korreltje zout, nooit geloven. Joep van het Hek, hele lulverhalen met oude jaar. Allemaal verzonnen. Mm-hmm. Met een kern van waarheid. En kijk, pure bekentenis, monologen, als ze al bestaan. Ze zijn altijd gestileerd. Maar als ze al bestaan, zijn die natuurlijk over het algemeen niet zo. Dan moet je naar Maarten van Rossum gaan kijken. Dat is geen cabaretier, maar die houdt gewoon een verhaal. Ja. Over een onderwerp. En weer anderen houden. Dan moet je naar de Alcoholics Anonymous. En dan krijg je verhalen mm-hmm. te horen. En die zijn echt. Ja. Nou, misschien een podcast. Hoewel het daar ook altijd een beetje gestileerd is. Echt gebeurd, hè? Ook altijd een beetje. Ja. Micha Wertheim. Beetje gestileerd. En op het podium moet je een literair verhaal vertellen. Met koppen, met staarten, met schijnbewegingen, met zijpaden. En dat verhaal over de hoofdpiet. Wat begon toen ik in 1998 werd opgebeld door Aart Staartjes. Een mm-hmm. van mijn allergrootste helden. Van wie niet. Zou jij hoofdpiet willen spelen? Toen heb ik voor de grap, voor de lol, puur om mezelf op te fokken, gezegd, ja, daar moet ik over nadenken. Terwijl daarna heb ik een soort berendans gedaan. Dat is de meest eervolle rol die me ooit aangeboden was. Ja. Dus de volgende dag gebeld om nog een beetje ieker te lijken. Van, nou, ik wil het wel. Ik kon wel praten. Ja, ja, ja. Ik had er nog wel geld toe willen geven om die rol te spelen. Maar dat verhaal is nog zo dicht bij mij. En bovendien heb ik aan twee kanten van het spectrum daar zoveel mensen mee op hun ziel getrapt. Die ik ook niet. Ik kan me tegen beide kanten eigenlijk niet echt goed verdedigen. Mm-hmm. En mijn enige oplossing is eigenlijk om dat toe te geven. Ja. Ik moet tegen de ene kant zeggen, jongens, ik heb dat 18 jaar gedaan. Ik heb er geld mee verdiend. Ja. Ik heb er op een bepaald niveau totaal geen spijt van. Dat is de heerlijkste rol. Ik heb miljoenen mensen er een plezier mee bezorgd. Waarvan een belangrijk deel zwart. Want iedereen vond het prachtig. Dat hele Sinterklaasjournaal. We hebben prijzen gewonnen, noem het maar op. Ja. Maar ik heb vanaf het allereerste begin signalen opgevangen dat er iets met Zwarte Piet niet zo klopte. Meteen aan het begin? Al daarvoor. Ik heb het altijd gehoord. En ik heb altijd kans gezien om dat weg te schuiven. En om mijn oren dicht te stoppen. En om het weg te redeneren. En om dan zwarte mensen op te zoeken. Omdat, om bevestigd te krijgen maar dan dat het geen probleem was. Dat het geen probleem was. Ja. Hè? Je snapt precies de tactiek. En als, dat meen ik serieus. En dat klinkt idioot als een soort verwijt. Als er een activist à la Quincy of Jerry in 1999 al voor mijn neus was gaan zitten en had gezegd, Erik, moet je nou eens luisteren. Dit kan niet. Ik heb vrienden uit Amerika, ik heb vrienden uit Engeland. Het is daar strafbaar. Als je doet wat jij nu doet, kom je daar gewoon in de nor. Kom je in de bias. Ja. Als jij door Londen gaat lopen, wat Sunny Bergman heeft gedaan met een Zwarte Pieterpark. Waar jij ook je vraagtekens nog bij zette, niet super lang geleden. Toch ook bij die documentaire zelf. Dat je zei, ik weet het niet. Nee, toen zei ik ook van, nogal wie dus, dat weet ik ook wel als je door Londen gaat lopen. Maar ik trok daar nog niet de conclusie uit. Dat het dus ook daadwerkelijk. Het is heel makkelijk om de conclusie te trekken. Nee, want die Britten snappen dat niet. Ja. Sterker nog, de conclusie was eigenlijk nog grover. De Amerikanen en Britten en tot op zekere hoogte ook Surinamers, wat ook een heel raciaal problematisch land is, hebben zo'n andere geschiedenis met rassenproblemen. Mm-hmm. En zo recent en zo pijnlijk. Ik snap wel dat dat daar niet kan. Maar wij zijn in Nederland zo verleerd en zo ver, dat wij een postkoloniaal, postraciaal discours hebben, waarin wij dit allemaal kunnen zien als een geintje. Ja. Als een guilty pleasure. Ja. En wij snapten al genoeg daarvan om die oorringen af te schaffen. Ik heb nooit in mijn hele pietencarrière een oorring gehad. Maar wij waren wel voorbeelden en in het land deden ze dat wel. Wij hebben nooit dikke lippen gesuggereerd. Ja. Je moet een beetje rood maken omdat ze anders wegvallen in het zwart. Dus dat was, maar wel afro, dat wel. En wel natuurlijk die apenpakjes, want dat hoort helemaal bij de traditie. Ja. En wel gewoon helemaal blackface. Met blauwe ogen en iedereen lachen. Ja, iedereen ziet, hè, dacht ik. Ja.
Dat zijn witte idioten die zich voor 3 weken per jaar voor een traditie verkleden. Wij zijn stripfiguren. Ja. Wij hebben niets te maken met actual real life black people. Nee. En maar bizar, want je was dus in de veronderstelling. Je was in de veronderstelling dat je dus daar al over die hamp heen was. Wij waren er met z'n allen overheen. Ja, en eigenlijk alleen maar om te concluderen dat jij of we allemaal op dat moment nog op het precies hetzelfde punt waren waarvan je nu zegt, daar is Amerika dus ook. Dus die dachten nu al een bepaalde fase te hebben overbrugd. Ja. Maar nu zien we met z'n allen, ze zijn nog precies waar ze waren 40, 50 jaar geleden. Godzijdank is het in Amerika, hebben wij hier niet, maar in mindere mate, want in Amerika is het probleem geweld, vuurwapens, politie. Mm-hmm. Hoe noemde Ta-Nehisi Coates het ook alweer? De black body. Mm-hmm. Letterlijk, nou, black lives matter. Mm-hmm. Daar is de kwestie van leven en dood. Mm-hmm, als je s'avonds over straat loopt en je bent zwart. Hier ging het om het geliefde figuur uit ons grote kinderfeest. Ook heavy, maar geen zaak van leven en dood natuurlijk. Ja. Maar inderdaad, die veronderstelling die ik had, en omdat mij ook echt niet serieuze geluiden bereikten, de eerste echt serieuze geluid wat doorkwam. Nee, ik heb echt dingen gemist ook. Ik heb Gerda Havertong gemist. Ja, in 87. Toen had ik nog net geen kind. Maar ik was bezig met mijn carrière, mijn gedoe. En wij vierden toen zeker 5 jaar helemaal geen Sinterklaas. Totaal niet. Kijk, niet naar Sesamstraat, niks. Je hebt nog geen kinderen. Die fase tussen je 20ste en je 30ste, zeg maar. Dus die miste ik. Later teruggezien op YouTube. Maar er was ook geen YouTube toen. Nu zag ik onlangs weer eens een keer. Want als je jezelf gaat educaten, nou, dan kom je nogal wat tegen. Een discussie bij Sonja Barend. Barend en Witteman. Ja. Nagaan hoe lang dat geleden is. Ja. 97 was dat. Maar goed, daar was ik een groot volwassen vent. Ik stond voor volle zalen met Diederik van Vleuten. En grote discussie met een witte schooldirectrice. Die tranen in de ogen had, omdat ze het mensen uit haar schoolbestuur, zwarte ouders hadden gezegd, het moet klaar zijn met die Zwarte Piet. Verzin maar wat anders, maar die willen we niet meer hebben. Nou, dat mens was totaal van de leg. En je zag ook aan alles. Natuurlijk is dat geen racist, die vrouw. Die was gewoon, die snapte totaal niet wat er aan de hand was. Ja. Ons feestje, ons dingetje, dat heeft. En er zaten 3 zwarte vrouwen die het ook niet konden opbrengen om naar haar level te gaan. Om dat te snappen en te voelen en hun arm onderheen te leggen en te zeggen, ja mevrouw, maar we snappen het ook wel. Nee, die legde gewoon glashard uit. Jongens, wij en onze kinderen hebben er last van. Ja. Want zij worden namelijk vanaf 1 oktober hey, Zwarte Pietje genoemd. Ja. En dat vindt iedereen hartstikke grappig. En zelfs zij de eerste 2 keer nog. Maar op een gegeven moment ga je merken dat het deel uitmaakt van een ander patroon. Nou, die geintjes, dat heet Zwarte Pietje, dit en dat. En op het moment dat je daarop gaat letten, en dat is bij mij ongeveer vanaf 2010, 2011 is dat gekomen. Toen begon ik voelde nattigheid. Veel nattigheid. Maar uit, nou, toch wel uit lafheid. Ik had een geweldige baan eraan. Iedereen om me heen die ik bewonderde, artstaartjes, Bram van de Vlucht. Ze hadden allemaal een rol in dit. Iedereen had daar, Jan Pronk, de premiers, de politici. Niemand maakte er een probleem van. Nee. Behalve een paar activisten. Maar wat zijn activisten? Dat zijn luizen in de pels, dat zijn wespen. Daar hoor je op afstand wat van. Daar heb je niet zo last van. Dat merk ik nu vanaf de andere kant. Het echte establishment trekt zich natuurlijk helemaal geen reet aan van wat voor activisme dan ook. Niet voor gays, niet voor vrouwen, MeToo, niet van racisme. Die gaan gewoon door met heel, 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 heel veel geld verdienen en over de wereld vliegen. Dus dit even terzijde, wat je kan bewerkstelligen. Maar ik hoorde van die speldenprikjes en op een gegeven moment waren Jerry, Afri en Quincy gearresteerd in Dordrecht. Mm-hmm. En dat vond ik ontzettend kut. Ik vond dat zij daar met dat t-shirt Zwarte Piet is racisme gewoon moest kunnen staan. Volledig, helemaal in hun recht. En het krankzinnig dat die 2 jongens daar tegen de grond gewerkt werden. Dat is achteraf een katalysator geweest, want dat ging de wereld over. Want toen was er inmiddels net een telefoontje bij in 2011. Ja. Dus black protesters tegen Black Pete, foto daarnaast van Black Pete, door de politie afgevoerd in progressive, enlightened Holland. Nederland, ja. En daar hadden wij de pest over in. We hadden net een nieuwe Sinterklaas. Bram was opgevolgd door Stefan de Wallen. We hadden een vriendenclub met Dickie van der Toorn, met Maarten Wansink, met noem maar op. En Jochem Meijer was er toen net bijgekomen. Hartstikke gezellig. En wij vonden dat
lastig. Dus eigenlijk hadden we toen meteen op die jongens af moeten stappen en zeggen, wat is nou het probleem? En dan hadden we misschien op dat moment al flink een speech kunnen krijgen.